wat super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, maar ik ben met Jamila. En vandaag zijn we niet zomaar op een locatie. Wij zijn namelijk bij Monkey Town in Zwolle. Wij gaan hier namelijk de verstoppertje in jouw kleurchallenge doen. En dat houdt in dat Jamila en ik straks een kleur gaan grabbelen. Stel je blauw gegrabbeld of geel gegrabbeld, mag je alleen maar op een plek met blauw of geel gaan verstoppen. En omdat wij hier zo'n hele leuke challenge op zo'n hele leuke locatie gaan doen, verwacht ik ook wel een hoog aantal duimpjes van jullie jongens. Oeh. Voor welk aantal duimpjes zullen we gaan? Oh, mag ik kiezen? Ja, kiezen. Ja, laten we gaan voor 23.000. Dat is wel heel veel. Ja, maar ja, we moeten we gaan het gewoon ervoor proberen. Ja. Dus geef jullie duimpjes omhoog. Abonneer gelijk op mijn kanaal. Maar voordat we dan echt aan deze challenge gaan beginnen. Misschien kunnen we even deze plek gaan ontdekken. Even wat er allemaal is. Ja. Dus laten we even gaan opwarmen voor deze challenge. Ja. Dus we moeten straks wel een beetje weten waar we gaan stoppen en zo. Ik ga een beetje de plekjes weten en zo. Dus ik ga. Ah! Ja. Opwarming hebben gehad, toch Jamila? Ja, ik denk dat ik nu eventjes ditje ga doen. Of moet je nog een challenge doen? Ja, we moeten nog een challenge doen. Oh, oké. Okay. Dan ben ik er weer. Ik heb even met mijn magie hier deze kaartjes neergetoverd. Wow. Super snel ineens. Ja. Wie gaat straks beginnen met zoeken? Nou, begin jij met zoeken. Ik ga als eerste een verstopplekje vinden. Je mag een kleur gaan pakken. Met die kleur moet je je verstopplaats gaan vinden. Oké. Die, denk ik. Heb je daar goed gevoel over? Nee. Echt. Weet je wat? Ik ga gewoon simpel. Ik ga voor de kleur die hier voor me ligt. Oké, okay, is goed. Dan gaan we dan. 3, 2, 1. Wat is het? Oh, geel! Oh, dat is best leuk. Ik heb best wel veel geel gezien, maar ik heb absoluut geen idee wat ik ga doen. Dus ga jij maar lekker eventjes tot 100 tellen of zo. Kunnen we 30 doen? 30? 30 tellen. Oké, okay, ik ga heel snel rennen. Okay, succes, Jamila. Thank you. Oké, Jamila. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, dan ga ik nu aftellen. 30, hè? Ja. Oké, 3, 2, 1. Go! 1, 2... 3. Oh jeetje, oké. We hebben dus de kleur geel. Dus ik moet op zoek gaan naar geel. Ah, dit is geel. Dit is geel. Oh, ik kan Bibi niet zo heel erg goed horen. 7, 8. Wat zegt ze allemaal? 9, 10. Oh nee. Jamila, nog 20 tellen te gaan. Ik ga de verkeerde kant op. Het is helemaal niet waar ik naartoe wil. 15. Ha! 16. Ah! 17. 18. Wacht even. Oh help, oh help. 19. 20, nog 10 tellen. Jamila, schiet op! 24, 25. Nou, volgens mij kunnen we redelijk hierachter verstoppen. Misschien niet de meest ideale plek, maar ik ga het gewoon maar doen. 29, klaar, ik kom eraan! Oké, volgens mij is ze gestopt met tellen. Oké, jongens, we gaan onderweg. En ik moet dus onthouden dat Jamila alleen maar op in gele dingen mag verstoppen. Dus waar zullen we naartoe gaan? Oké, jongens. Daar zijn gele dingen. Dit is heel erg spannend. Dus daar ga ik kijken of ze daar ergens achter of in zit. Ik ben nu hier tussendoor aan het kruipen. Dit is ook wel echt een hele slechte plek. Oké. Nee, geen Jamila hier. Geen Jamila hier. Geen Jamila hier. Ik ga weer even verder zoeken naar Jamila. Volgens mij is ze heel dichtbij. Ik hoor haar. Ik ben nu hier en ik kan dus nu van de glijbaan afgaan, zodat ik er dan naar een andere ingang weer in kan. Ga me niet vinden, ga me niet vinden. Oké, volgens mij is Bibi gewoon eventjes lol aan het hebben. Ik loop hier nu rond en ik zie daar twee gele dingen. Oh nee, Bibi zegt dat ze twee gele dingen ziet. Dus daar ga ik nu naartoe lopen, echt daar kan ze zitten. Ik schrik me echt helemaal rond, want ik moet even het klimmen natuurlijk. Oké, dus ik zag twee. Ik zie ook twee gele. Ja. Ik zit nog steeds achter de gele paal. Dit is mijn uitzicht. Waar is Bibi, jongens? Waar is Bibi? Hier. Ik zag iets bewegen. Ik zag iets bewegen. Help. Dus ik ga hier even overheen proberen te lopen. Ik zie haar. Help. Ik kan ook gewoon gaan lopen. We hebben hier een heel groot blauw ding. Dat is ook niet geel. Ik ga even door deze rollers lopen, want hier is ze ook niet. Jammer.
Nee, het is erdoor nog geswished. Een soort van. Ik stond eerst hier achter. Ja. En toen dacht ik, oh, misschien kan je me te goed zien. Dus toen ben ik hier achter gegaan. Maar nu moet je bijna vinden. Ja, nu moet ik eerst mijn kleur grabbelen. Oké, okay, laten we mijn kleur glabbelen. Ja. Oké, okay, let's go. Ik vind het zo ontzettend jammer dat je me hebt gevonden, Bibi. Je hebt het heel erg goed gedaan. Dankjewel. Ja, maar ik had een redelijk goede verstoppeling. Ja, ik vond het best goed. Ja. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk wel af, kan jij dat zelf te doen? Ik hoop het. Ja, nou dan zou ik zeggen, kies jouw volgende kleur vooral uit. Zou ik deze pakken? Nee, zeker. Deze? Absoluut niet. Deze? Ja. Ja? Weet ik niet. Oké, okay, ik doe het gewoon. Oké. Okay. 1, 2, 3. Oh, blauw! Oké, okay, ik heb ook al veel blauw gezien hier. Ik hoop dat het me gaat lukken. Ik denk van wel. Ik weet al wat je gaat doen. Nou, ik hoop het niet. Nee, ik... Dan wordt de challenge erg makkelijk voor jou. Jij gaat mij echt nooit vinden, echt niet. Oké, okay, dat klinkt als een challenge. Dus, ik zou zeggen, veel plezier met verstoppen. Ja, challenge accepted. Okay. Ik ga aftellen. Ha! Ik ben klaar voor de challenge. Bibi, ben jij er klaar voor? Ik weet het niet, maar ja. Oké, we gaan het toch gewoon doen. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Go! 1, 2, 3. Jongens, ik moet snel zijn. Ik ga hier. 6. Ik ga hier. Oké. 9. 10. Ik kan hier helemaal geen stopplek vinden. Oeh, ik zie het. 12. Jongens. Perfect. Want kijk, als hij hier aankomt, dan kan ik met deze kan gewoon draaien. Dit is top. 20. Oh, nog 10 seconden. Oeh, ik kan ook nog wisselen van plek. Want als hij er aankomt. Jongens, dat is helemaal niet goed. 29. Wie niet weg is, is gezien. Het is tijd om te gaan zoeken. Bibi, ik hoop dat je verstopplek hebt, want ik kom eraan. Ik weet niet waar ze gaan komen. Ik zie hier achter me al meteen iets blauws. Oh, daar zit ze niet achter. Misschien gaat ze al meteen weten. Ik ga lopen, weet je wat? Ik ga het gewoon lekker snel doen. Nee, dat is misschien ook niet eerlijk, hè? Ik hoor er al, jongens. Want Bibi deed er net ook heel lang over, dus ja, dan moet ik natuurlijk ook al eventjes zoeken. Is het handig om naar dezelfde plek te gaan waar ik net zat? Misschien denkt Bibi, hey, dat was echt zo'n goede verstopplek. Daar gaan we gewoon maar eventjes naartoe. Hij draait op zichzelf, jongens. Dat is helemaal niet goed. Jongens. We gaan even hier doorheen. Ik zie allemaal panelen en zo. Dit gaat helemaal niet goed. Ik moet wisselen. Zij gaat nu daar naartoe. Dus ik moet nu deze kant op zitten. Ik probeer er omheen te klimmen, maar zo'n goede conditie heb ik niet. Ik zie hier een gigantisch groot blauw ding. Maar ja, ik denk niet dat ze zich daarachter kan verstoppen. Zij is nu daar ergens. Hier bij het blauwe ding en daar dan achter. Dus als het goed is, als ze hier naar kijkt, ziet ze mij niet. Hier zijn blauwe matten. Ligt ze daaronder? Nee, we gaan door. Oeh, en door over de hordes heen. Ik vind het echt oprecht eng. Ik match mooi wel. Met mijn beugel bij het blauw. En met mijn ogen bij het blauw. Er is hier wel veel blauw, dus het kan wel zijn. Want in deze buurt is wel echt veel blauw. Zoals jullie zien. Maar kijk, heel veel blauw. Daar heb ik op zich wel geluk voor een verstopplek. Maar dan kan ze wel hier in de buurt komen. Dus denk ik, oh, daar is veel blauw. Ik ben hier echt goed in. Nee, helemaal niet. Ik heb Bibi nog niet gevonden. Maar, wacht even. Dit is blauw. Zit ze hier achter? Zit ze hier? Nee. Nee, het had gekund. Het is wel blauw. Maar misschien heb ik ook wel net gemist. Ik ga nu kijken waar ze is. Ik hoop dat ze me niet ziet als ik ga kijken. Dus, hier zo, ik ga er toch nog eventjes van afkijken. Zien we haar ergens zitten? Ik weet het niet. Als we haar zien, dan zal het wel zijn dat ze zo klein is. Dat het net niet opvalt. Ze komt heel dichtbij. Wacht, ik ga kijken. Snap je wat ik bedoel? Ik zie hier twee blauwe boksballen. Oh, dat moet ik natuurlijk niet doen. Oh, arme Bibi. Straks zit ze erachter. Nee, nee. Daar zit ze niet. Bibi, waar ben je? Waar ben je? Volgens mij zag ik iets bewegen. Ik zie daar namelijk een blauw ding. En net ernaast zag ik een klein armpje voorbij komen. Kan het zijn dat daarachter een Bibi verstopt zit? Dat gaan we nu eventjes uitzoeken. Ha! Huh? Huh? Ik zie niks. Hallo?
gaat. Oh, het beweegt. Ik ga er eventjes omheen kijken hoor. Zo. Nee, het beweegt mee. Oh, oh. Volgens mij heb ik haar wel gevonden. Maar ja, hoe kom ik daar nou in vredesnaam? Help! Niet via deze kant in ieder geval. Even mijn escape route gaan vinden. Ik ben benieuwd of ze de weg kan vinden hier naartoe. Dus, Jamila, kom maar halen hoor. Ik moet toch wel eventjes de weg zoeken naar Bibi. Je hoeft niet te lang te wachten. Duurt wel erg lang. Oh, hier is een gat. Dan ga ik daar gewoon maar eventjes doorheen. Zo. Duurt wel erg lang. Ik heb je. Jammer. Ja, helaas. Je hebt het wel heel goed gedaan. Nou, dankjewel. Jij hebt het ook heel goed gedaan. Maar dat deze beweegt, dat hielp niet helemaal. Ja, ik dacht juist als jij dan hier stond, dan kon ik zo gaan doen. Maar daar heb ik niet aan gedacht natuurlijk dat het bewoog. Ja. En ik had nog wat andere plekjes, maar uiteindelijk heb ik het best goed volgehouden hier. Ik vond oprecht wel dat het een heel goed plekje was. Nou jongens, we hebben hele leuke rondes gedaan en ik vond het heel goed gaan eigenlijk. Ja, jij het? Ik vond het super goed gaan, maar het was echt lastig. Het was echt heel lastig. Ja. Er zijn heel veel verschillende kleuren. Alleen uiteindelijk is het ons gelukt. Ja, het en dat is ook heel leuk om te doen, vond ik. En weet je wat ook lastig is? Die 23.000 duimpjes hebben we halen. Dat is zeker ook lastig, maar ik geloof in jullie. We gaan het gewoon doen. Het gaat jullie lukken. Ja. Dus druk op die dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer voor degenen die dat nog niet hebben gedaan. Ook op Jamila's kanaal. Ja, want er staat ook een superleuke video op mijn kanaal. Zeker. Dus ga die ook zeker bekijken. Mm-hmm. Gingen we ook iets heel tofs doen. Ja, heel tof. Maar voor nu zeggen wij bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei! Oh, ik ga even doorrijden. Oh, ga even doorrijden.